Dan een primeur uit eigen huis. We hebben op onze nieuwsredactie vanaf nu een volledig geautomatiseerde liveset. Als anker kunnen we er gelijk wanneer alleen mee uitzenden. Ook midden in de nacht als dat nodig is. De set maakt onder andere gebruik van de technologie die te vergelijken is met die van zelfrijdende wagens. Voilà, dit is hem, de nieuwe liveset van VTM Nieuws. Niet te verwarren met onze grote nieuwsset, de liveset. Gaan we gebruiken voor alle mogelijke live momenten en voor breaking news. Een glunderende Stef Wouters in de nieuwe liveset. Een technisch hoogstandje, want de anker kan zelf alles bedienen van achter de nieuwsdesk. Er gebeurt iets 's nachts, je komt hier aan. Ik kan hier op deze computer, touchscreen, alle bronnen selecteren die er op dit moment bij VTM binnenkomen. Alle beelden die vanuit de hele wereld binnenkomen. Ik selecteer het met een druk op de knop. Vooral ik kan zeggen, ik wil dit beeld hebben. Een Skype-beeld is dat, wanneer we met iemand aan het skypen gaan in het buitenland, want daar is iets gebeurd. Dan kan ik dat beeld met één druk op de knop, huppakee, op antenne zetten. Ook straf, de set gebruikt camera's die vergelijkbaar zijn met die van zelfrijdende wagens. Ze detecteren objecten, in dit geval de ankers, en volgen ze vanzelf. Studio staat nu op antenne. Ik ga mij verplaatsen. En voilà, de camera gaat mij zoeken. We hebben hier rond twee sensoren die eigenlijk de diepte gaan meten. En die creëren eigenlijk een soort point cloud. Waarbij je hier duidelijk mensen ziet. Het systeem kan daardoor ook bijna de hele regie doen en is bij VTM zelf ontwikkeld. Wij hebben hier nu achter de set een automatische cameraman gebouwd, een automatische regisseur gebouwd, een automatische klankman gebouwd. De set dient dus voor breaking news of bij speciale events, zoals de loting van de Champions League. Ze kan online uitzenden of op televisie. En ze is niet de enige nieuwigheid trouwens, want vanaf maandag krijgt ook de gewone nieuwsset een andere look.